Bob KOB hebben functiegerichte opleidingen in de BNU en Infra voor toekomstig kaderpersoneel en ondernemers. De persing die we hier maken onder de busbaan door is circa een meter of 30. Er wordt een stalen buis wordt er onder de busbaan gebracht, waardoor het nieuwe rioolstelsel kan lopen. Hoe ben ik begonnen in de infra? Van kleins af aan ben ik al met mijn vader meegegaan. Hij was bedrijfsleider bij een civiel technisch bedrijf. Vandaar is de liefde voor het vak gegroeid. Projecten die ik bijvoorbeeld uitreken gaan over hele diverse dingen. Dat kan zijn bijvoorbeeld een betonnen bak meters onder de grond. Maar het kan ook zijn zoals wij hier op het project staan, bouwrijp maken van een gebied wat na die tijd weer bewoond wordt of voor recreatie gebruikt wordt. Vorig jaar heb ik het laatste examen afgerond van de onderdelen van infra. Ik heb alle modules nu doorlopen en het laatste examen ondernemen ook gehaald. Dus mijn diploma ontvangen, daar ben ik erg blij mee. Wat me het meest beviel was dat echt praktische mensen de opleiding gaven. En alle dingen die jij 's avonds in de opleiding kreeg, kwam je de volgende dag weer tegen in je werk. Dan leer je zo snel. En ja, dat vind ik echt een sterke punt van de opleiding. Bezoek onze sites en neem gerust contact met ons op om persoonlijk advies te krijgen.